Ik wil wel een vraag stellen, want ik heb wel vragen over DSO. En dan niet zozeer vanuit de vereniging, maar uit interesse. Wat ik nu zie op regels op de kaart is bijvoorbeeld het voorbeeld dat een provinciale omgevingsverordening ook ontsloten wordt. Maar ik probeer altijd te visualiseren van ja, ik wil ergens op mijn huisadres informatie vinden over wat ik mag. En een hele provinciale verordening dan krijgen, overlaat mij met informatie. Is het nu de bedoeling dat ook zulke documenten echt locatiespecifiek worden, nou ja, zeg maar, ontrafeld, zodat ik alleen informatie krijg die op mijn adres vanuit zo'n verordening, laat maar zo zeggen, bedoeld is op mijn plek? Want ik ben bang dat we anders zoveel informatie krijgen als we de satéprikken erin steken, dat dat misschien afschrikt. Ja. Terechte vraag, Wico. Hè? Voor een deel is het antwoord ja. Alleen daar gaat denk ik toch wel wat tijd overheen voordat we zover zijn. Hè? Als je kijkt naar de provinciale verordening, dat is natuurlijk op behoorlijk hoog niveau. Dus de provinciale verordening ligt over letterlijk ieder adres op de hele provincie heen. En daar komt straks ook nog een keertje het omgevingsplan en de omgevingsvisie van het bevoegd gezag overheen. En dan heb je op dat niveau al drie lagen waar een hele bult aan documenten in zit. Wat ze nog moeten leren en moeten vervolmaken, is dat ze in die visie bepaalde annotaties gaan toevoegen, zodat je specifiek kan selecteren met schuifjes die je aan en uitzet van oké, op mijn locatie geldt dit en dit dus. Maar wat ik zie in de eerste, met name provinciale plannen, is dat het er nog niet op die manier in zit. Zeker niet. Nee. Maar het is redelijk hoog niveau. Als je dat wat beter wil weten, dan zou je eerder moeten kijken op de vergunningcheck. Want op basis van de goede annotaties van die provinciale verordening, het gemeentelijk omgevingsplan, zou je in de vergunningcheck wel de specifieke beperkingen en mogelijkheden moeten zien op jouw eigen locatie. Want dat is de verfijning van die plannen van regels op de kaart. Dus het zit op twee niveaus. Heel veel op regels op de kaart. En bij vergunningcheck moet het heel specifiek gemaakt worden. Dus ik adviseer altijd, doe beiden. De een is te veel en de ander is gericht. Van de provincie Gelderland. En we zijn dus nu ook bezig met onze verordening. En ja, we moeten onze verordening nog publiceren. Maar dat gaat allemaal heel erg moeilijk. Of het moet één voor één. En we zitten met de annotaties, hoe dat dan moet. Er is ook nog een workshop over annotaties. Daar ga ik ook heen met collega's. Maar ik heb een vraag over de activiteiten. Want ja, ik had begrepen dat je die zelf mag verzinnen of zelf mag aanmaken. Maar is er nou een soort van afstemming van de activiteiten onderling? Of tussen gemeentes of tussen provincies? Want daar ben ik naar op zoek. Ja. Nou, er is wel degelijk een lijst activiteiten. Je hebt activiteiten en werkzaamheden. Er zit op dit moment een kleine 760 activiteiten in het DSO die je kunt gebruiken. Dus de kans dat je een nieuwe moet verzinnen is relatief klein overigens. En daar gaat wel een soort afstemming in ontstaan. Want aan een activiteit kun je werkzaamheden hangen. En die moeten wel ergens natuurlijk in een plan een plek krijgen. Oftewel, er zit wel een soort ballotagecommissie in die straks, als jij nieuwe werkzaamheden en activiteiten wil toevoegen, die wel kijken, past dit binnen de omgevingswet? Past dit binnen de geest van wat we met elkaar willen? Het is niet de bedoeling dat iedereen ongegeneerd allerlei dingen gaat aanmaken. Dat klopt, dat kan niet. Oké, dus activiteiten moet je ook aanmelden voordat je ze gaat gebruiken. Ja, ja. En de werkzaamheden, want ik vind die werkzaamheden soms nog niet heel erg duidelijk, want soms zijn ze heel specifiek, maar soms zijn ze ook heel breed. Ja. En als voorbeeld van een heel brede graaf in bodem of waterbodem, dan denk ik van ja, dat kan je voor allerlei activiteiten. Je hebt ontgonningsactiviteiten, je hebt het aanleggen van buizen en leidingen waar je voor je moet graven. Je hebt graven in waterwingebieden of in waterbeschermingsgebieden, wat ook weer graven is, maar dat kan voor allerlei doelen zijn. Dus dat vind ik ook een hele lastige werkzaamheid, waar je eigenlijk niet bij te voeten kan. Ja, klopt. Ken jij de kruismatrix die is gepubliceerd? Dat is een document die staat ergens op de website van het Aan de Slag met de Omgevingswet. Bij de bruidschat kun je die vinden. En in die kruismatrix staat van alle bevoegd gezagen de werkzaamheden en activiteiten die anderen al gebruiken. En daar staat ook voor Gelderland, als het goed is, alles in wat tot op heden gebruikt is en bekend is.
Dus daar zou je wel een hulp aan kunnen hebben om te kijken van wat hebben wij nodig en wat is er al, wat je misschien nog niet eens weet. En wat hebben andere provincies in gebruik waar je dan kan zeggen, hé, die kunnen wij ook overnemen, want die hebben al precies bedacht wat wij ook nog nodig hebben. Ja, ja. En dan is het annoteren is zowel voor de toepasbare regels om die te kunnen maken, maar ook voor op de kaart. En dan zit je inderdaad van, ja, welk niveau van dienstverlening wil je hebben inderdaad. Want als je als werkingsgebied een hele provincie hebt en je krijgt al die regels maar over, dan verdwaal je in al die honderden hits die je krijgt. Ja. Schuifjes die je aan uitgezet hebt, wat allemaal over elkaar heen gaat. Over, ja, dus, ja, de truc is eigenlijk, hè, om in je provinciale omgevingsplan, als je gaat annoteren, moet je werkingsgebieden. Stel dat je in Gelderland zegt, binnen de gemeente Nijmegen mag voortaan vanuit de provincie dit soort onderdelen van het omgevingsplan, is geen vergunning voor nodig. Dan kun je over de hele gemeentegrens van Nijmegen een lijntje trekken en daarbij aangeven dat alles is toegestaan. Oftewel, je moet binnen je maken van je provinciale verordening en het plan wat daarbij hoort, dus werkingsgebieden gaan aanmaken om grote delen te annoteren, om voor, eigenlijk zoals Wico net vroeg, duidelijk te maken van, ja, wat mag je wel en wat mag je niet, zonder dat je het hele document hoeft door te crossen. Ja, dat is duidelijk voor hele specifieke gebieden, zoals grondwaterbeschermingsgebieden, maar alleen maar provinciale wegen. Als mensen een uitrit willen aanleggen aan een provinciale weg en je hebt alleen maar de provinciale weg geannoteerd, en iemand trekt in zijn eigen huis van wat mag ik hier? En dan zit je net buiten het werkingsgebied. Dan heb je ook weer een probleem, want dan klopt het niet. Nee, in dat geval zie je dat ook afspraken met ketenpartners en bevoegd gezagen moet worden gemaakt. Om daar waar die grenzen en die overlappingen zitten, dat wel af te stemmen. Is dat niet alleen jullie dat vanuit de provincie dat hebben gedaan, maar ook dat bevoegd gezag op dat plekje diezelfde beperking aanbrengt. Zodat het weer in lijn is met elkaar. Daar zit wel een stuk afstemming in wat je met elkaar moet doen. Ja. Nee, ik vind het nog niet helemaal duidelijk, maar goed. Nee, het is ook niet makkelijk hoor. We merken dat heel veel provincies worstelen, niet alleen provincies, maar andere bevoegde gezagen ook, met hoe doe ik dat? Hoe doe ik die afstemming? En hoe zorg ik ervoor, precies wat je aangeeft, als ik hier iets annoteer en daarnaast geldt het eigenlijk ook, maar dat is van een ander, dan moet dat wel in lijn zijn met elkaar. Omdat je die beperking wel overal wil hebben, of die mogelijkheden wil aangeven waar het wel mag. En dat ben ik met je eens, dat is een super gepuzzel. Dat werkelijk werkt zoals we gedacht hadden. Ja, nu, dat kan nu al. Als je kijkt naar de oefenomgeving. Ja, dat heb ik geprobeerd. Dat werkt dus voor geen meter. En wat werkt er niet? Want ik gebruik hem iedere dag, dus dan is het handig om even het verschil te duiden. Je microfoon staat uit, Leonie. Ik kom er niet in. In welke, wat gebruik je dan? Ja, ik ben naar 3 sites verwezen door aan de slag met de omgevingswet. Oké. We hebben ik zal even wat bijpakken, dan hebben we misschien hetzelfde. Oh. De bevoegde gezagen zijn aan het oefenen echt op een pre-productieomgeving, om echt te testen. We hebben ook de DMO-omgeving, waar iedereen kan kijken hoe dingen werken. Maar wanneer gaan we dat aan ondernemers vertellen? Dat bedoel ik, zodat we... zodat ook anderen dan ik daarmee kunnen gaan oefenen om te kijken waar we tegenaan lopen. Ja. Ik zie hier een linkje. Ja, dit is de site waar nu iedereen al bij kan en waar iedereen kan gaan oefenen. Ik weet dat vanuit het programma er contact is met allerlei koepelorganisaties. Ja. Ook rondom jullie vakgebied. Maar ik durf niet te zeggen wat de rijkwijd is van wat dat bereikt. Maar ik snap je vraag en ik ga hem in ieder geval eventjes doorgeven aan de club die daar wat over moet zeggen en wat van moet vinden. Maar theoretisch kan iedereen nu al oefenen. Dank als je naar deze site gaat, dan kun je dus ook een account aanvragen. Die moet je een omgevingswet-ID moet je aanvragen. En dan kun je gewoon gaan oefenen. Ja, die omgevingswet-ID, daar zit het hem. Ja. Want vervolgens is de vraag, is het wel verstandig om nu... want ik kan natuurlijk die website en het feit dat je kunt oefenen nu onder de ondernemers bekendmaken. Maar is dat wel handig en verstandig op dit moment? Ja. Dus ook graag vanuit aan de slag met de omgevingswet daar wat handvaten voor. Ja,
Ja, ik zal die vraag op die manier doorgeven, Leonie. Want dank je. Persoonlijk vind ik het heel verstandig om te oefenen, want wij merken het zelfs met de professionals, dat we niet tijdig genoeg kunnen beginnen om te zien, snappen we met elkaar wat daar staat. En werkt het wel zoals we verwachten? Want we zitten nu nog op het moment dat we op onderdelen aanpassingen kunnen doen. Wettelijk gezien niet, hè, want de wet is er, de ANWB zit er allemaal in. Maar hoe een formulier werkt, is het leesbaar, is het bruikbaar voor jullie? Daar kunnen we wel met elkaar nog wat aan doen. Precies, want ook de vragen die net gesteld werden over, ja, als je nou een woonhuis hebt naast een provinciale weg, hoe zit het nou als ik wil weten precies op die locaties welke regels gelden? Ja. Dat zijn dingen waar we in de praktijk continu tegenaan lopen, inderdaad. Maar dan, dat zal de komende maanden nog niet 100% opgelost worden, nee. Want we zitten dus met een overgangstermijn van de bestemmingsplannen naar de omgevingsplannen. Op 1 januari zijn alle bestemmingsplannen die nu nog geldend zijn, dat wordt het omgevingsplan. Dus die regels inhoudelijk zitten er nu al in. Dus daar kun je al naar kijken. Maar de verfijning, die moet nog plaatsvinden. Dus ik denk ook dat het heel belangrijk is hoe we verwachtingsmanagement gaan doen. Ja. En wat mensen wel en wat mensen niet met het DSO kunnen. Om de verwachtingen reëel te houden. Dus daar, ik denk dat we daar met z'n allen een verantwoordelijkheid hebben om te kijken hoe we dat op een handige manier communiceren. Helemaal mee eens. Ja. Ik denk dat ik zo genoeg punten heb ingebracht. Ik wil ook anderen de vloer laten. Ben jij van een specifieke koepelorganisatie, Leonie, die jij vertegenwoordigt? Glastuinbouw Nederland. Sorry? Glastuinbouw Nederland. Oké. Okay. Onderdeel van LTO. Ja. Maar ik zit ook namens VNO-NCW in het COGO. Prima. En daar zitten ook collega's van mij. Dus ik zal aan de achterkant even de link leggen. Dank voor je inbreng. Merci. Adrie, dan hebben we een vraag via Franca. Ja. Franca moet even zichzelf ontmuten. Franca zit op de camping, dus komt niet in beeld. Jawel. Ja. Nou, ik had een video aangezet, maar dat geeft niet. Ik zit in de camping. Dat willen we graag zien, hoor. Nou ja, ik kan helaas nu niet veel zien van de omgeving, maar dat jullie dat wel kennen. Even een vraag. Mijn vraag sluit ook aan bij die van Leonie. We hebben toen de tijd zijn we overgegaan naar het OLO. Dat was al een heel gedoe, want je wist als ik werk voor een ziekenhuis, ik ben beleidsadviseur duurzaamheid. Wij gingen toen over naar het OLO. Dat was een heel gedoe om daarachter te komen. Welke informatie heb je nodig als je een vergunning aanvraagt die de gemeente moet weten? Straks krijgen we een DSO. Weer een ander systeem. Hoe komen wij erachter welke vragen er dan gesteld worden? Welke informatie de gemeente nodig heeft? En ik maak mij ook wel zorgen om, en die vraag heb ik daarnet in de andere sessie ook gesteld, om de wijzigingen en de visies die worden ontwikkeld door de gemeente, voor mij gaat het nu in specifiek om gemeente Utrecht, die niet met ons zijn afgestemd, maar waar wij als ziekenhuis bijvoorbeeld wel een enorme die ons wel enorm raken. Als ik alleen al kijk dat de gemeente een zorgvisie aan het opstellen is in hun plannen, in hun omgevingsvisie. En dan denk ik, ja oké, okay, maar hebben jullie daar ons als ziekenhuis bij betrokken? Hè, dus dat is één, is het hoe gaat die omgeving er straks uitzien? Kunnen we daarmee uit de voeten? Ik was ook blij met de vragen van Leonie kunnen we oefenen? Hè? En dat jullie daar naar willen kijken. Want dat hele stuk van hoe nemen we bedrijven en instellingen mee, mis ik iedere keer in aan de slag met de omgevingswet. En ik ben daarnaast ook bestuurslid bij het Milieuplatform Zorg. En we hebben ook een webinar zelfs gehouden over aan de slag met de omgevingswet. Maar ik mis dat hele stuk. Ik met het hele stuk voor instellingen, voor gebruikers. De overheid is hier nog heel erg mee bezig, maar wij worden daar, hebben daar straks enorm mee te maken, maar weten eigenlijk niet waar we aan toe zijn. Bestemmingsplannen die worden vastgesteld waar je niet op kan inspreken. Visies over omgeving, over de zorg, waar we niet op kunnen zeggen. Dat kan jij ook niet allemaal oplossen, maar in ieder geval, nu gaat het over de DSO. Waar krijgen wij mee te maken? Ja. Dank voor je vraag. Hè. Ik beantwoord hem even in tweeën. Hetzelfde als Leonie. Hè. Op de link die ik net stuurde in de chat
Daar kunnen jullie nu al bij, met als je een omgevingswet ID aanvraagt. En daar zitten al een heleboel, in tegenstelling tot het OLO, al een heleboel formulieren al in. Op het moment dat je zegt, ik wil een vergunning aanvragen om bij het UMC iets bij te bouwen, dan krijg je al een heel vragenformulier die je nu al kunt inzien. En daar staan alle vragen in, als er helemaal niks meer verandert, die jij vanaf 1 januari volgend jaar moet doorlopen om een aanvraag te kunnen doen. Dus die formulieren zitten al in. Er zitten vergunningchecks in. Mag ik op deze locatie bij het UMC iets doen? En als ik het heb doorlopen en het zou mogen, dan kun je direct een aanvraag starten waarbij er een heel formulier komt met een heleboel vragen die jij moet doorlopen en ook welke bijlagen. Dat gaat in het komende half jaar op onderdelen nog veranderen. Want dit is wat we noemen de bruidschat die door het Rijk naar gemeenten wordt overgeheveld. En gemeenten zijn nu, en Utrecht dus ook, bezig om die hele bruidschat door te lopen. Waar willen wij dat we de aanvraagformulieren kunnen verbeteren? Want de Rijksregels zijn niet altijd de meest prettige regels om te lezen en te gebruiken. Dus de gemeente is die aan het vertalen in die formulieren om ze steeds beter te maken. En in die DMO-omgeving wordt steeds periodiek een nieuwe lading van die formulieren gezet. Dus wat je nu ziet, lijkt voor 80-90% op wat er 1 januari ook in zit. Dus dat is één. Je mag gewoon oefenen. Je kunt kijken. Dat is een open omgeving. Daar kunnen we ook hulp bij aanbieden overigens. Op dat tweede, daar trek je mij wel op. Ik doe zelf ook de begeleiding van een aantal implementaties. En ik ben zelf projectleider omgevingswet bij een redelijk grote gemeente. Wat gemeenten nog moeten leren, is dat ze bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen niet achteraf een organisatie informeren van dit hebben wij met elkaar afgesproken. Maar de omgevingswet gaat er juist vanuit dat ze bij het maken van visies en plannen in een vroegtijdig stadium advies vragen van ketenpartijen of betrokken partijen in de regio. Het niveau van ziekenhuis was mij in die zin ook even uit het zicht. Maar wij werken veel samen met de GGD's, met de veiligheidsregio's, met de waterschappen. Dus de ketenpartijen die betrokken zijn, ja, die zullen ook bij de planvorming een plek moeten krijgen. Dus de gemeenten, ja, dat is meer eigenlijk elkaar opzoeken. Utrecht zou ook bij jullie of je een koepelorganisatie vooraf advies moeten vragen over gezondheid, veiligheid en wat dan ook. Dat is de intentie. Het gebeurt nog niet overal, merk ik. Dat weet ik zeker. Ja, dankjewel. En dan hoop ik straks ook dat er niet al te veel verschil is tussen wat de omgevingsdiensten en de gemeente aan regels stellen of speerpunten hanteren, et cetera. Want het maakt het allemaal niet gemakkelijker voor ons. Ik weet dat zeker in Utrecht heb je de ODRU en de RUD Utrecht, twee omgevingsdiensten. En die zijn met de gemeente en in de regio zijn nu al afspraken aan het maken om te voorkomen dat ze dubbele vragen en verkeerde vragen aan het stellen zijn. Ik weet dat daar behoorlijk nauw samen wordt gewerkt om proberen het zo goed mogelijk te doen. Een enig antwoord, Franca? En ik heb hem in ieder geval genoteerd dat ik hem even meeneem naar Utrecht, want ik ken daar wat mensen die daarin zitten, om dat eens even aan te stippen. Ja, dankjewel Adrie, graag. Ja, ik zie hem van Brigitte. Kan de provincie alleen formulieren en vragenbomen maken voor juridische regels van de eigen verordening of een mogelijkheid om aanvullende formulieren te maken voor de rijksregels? De provincie kan alleen vragen maken voor de eigen juridische regels. De rijksregels kun je niet aanpassen. Die worden gepubliceerd, want die zijn van het Rijk en daar kun je als provincie zelf niet aankomen. Wat vaak wel mogelijk is, bij rijksregels staan i'tjes van informatie. En jij kunt wel bij die i'tjes van informatie zelf informatie toevoegen. Bijvoorbeeld de rijksregel is, je mag iets beperkt in dit gebied. En dan kun jij in dat i'tje toevoegen, maar binnen de provincie Gelderland is dit en dit wel mogelijk. Dus je kunt niet de regel zelf veranderen. Je kunt er wel aanvullende informatie aan toevoegen. Nou, het gaat echt ook om de vragenbomen die je wil tonen. Ja. Bijvoorbeeld, volgens mij heeft de provincie Gelderland een heel uitgebreid formulier van wat ze willen weten van een zwemmenrichting als die wordt opgericht. Ja. En dat is nu een rijksregel, dus je krijgt gewoon één ding. En dan krijg je maar één vraag of wij een open energiesysteem. Ja, ik heb gekeken wat er nu in staat. Ja, misschien wordt het nog aangepast, maar ik vond dat wel bedroevend weinig. Ja. Aan die regels.
op vragenbodemniveau zou je wel dingen moeten kunnen toevoegen. Hè? Op het moment dat jij vanuit het register toepasbare regels, zoals dat in het DSO zit, kun jij die vragenboom downloaden in jullie eigen toepasbare regelsoftware. En dan kun je wel vragen toevoegen. Maar dan worden ze dan opgehangen in de functionele structuur bij de Rijksregels? Nee, dan wordt het een provinciale regel. Hè? Want dan mag je de bruidschat aanpassen. Als je de bruidschat aanpast, het is even zoeken naar, is het iets toevoegen aan een vragenboom? Want de Rijksregel zelf kun jij niet aanpassen. Dat kan alleen het Rijk. Mm-hmm. Maar je kunt wel verduidelijkingsvragen toevoegen aan de vragenboom. Oké, maar moet er dan ook iets gehanteerd worden in je eigen verordening? Of kan je dat gewoon in de functionele structuur bij die vragenboom van het Rijk toevoegen? Ja, die zou je bij de vragenboom van het Rijk, voor jullie onderdeeltje, zou je daar dingen aan kunnen toevoegen. Maar dat is altijd op de vraag, daar zocht ik naar. Ja. Nu hebben we wel gemerkt dat de functionele structuur fors is aangepast, dus wij zijn ook wel aan het ontdekken. Want ze hebben hem echt anders ingericht. Dat je niet op alle niveaus meer kunt aanpassen. Wat daarvoor wel kon. Dus wij zijn ook nog even aan het zoeken. Wat kan nog wel? En wat kan nu niet meer met de laatste aanpassingen? Maar het zou moeten kunnen. Oké. En anders kun je via de beide i'tjes informatie kwijt. Ja. 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 Oké. Dankjewel. Zullen we naar de vraag van Wico gaan? Ja. Hoe worden verleende vergunningen ingepast in het DSO? Eigenlijk niet. Zolang ze binnen het omgevingsplan passen, zie je die niet terug in het DSO. Op het moment dat er een aanvraag komt voor een omgevingsvergunning, een buitenplantse afwijking noem ik dat maar eventjes, dan moet er, als de gemeente zijn werk goed heeft gedaan, direct in het omgevingsplan een nieuw werkingsgebiedje komen met die wijziging op dat formeel omgevingsplan, dat moet zichtbaar worden. Maar dingen die binnenplans passen, ja, die zie je niet. Nee, dat bedoel ik ook. Hè. De buitenplanse omgevingsplanactiviteit. En je hebt een inpassingsplicht binnen 5 jaar, maar logischerwijs nadat de vergunning is uitgevoerd, zeg maar, ga je hem inpassen. Maar ja, waar je nu natuurlijk een integraal bestemmingsplan herziet, en dat is dan in één keer een heel deel van de kaart, heb je straks natuurlijk in de praktijk, ja. Nu heb je heel veel kruimelgevallen en een kruimelgeval, sommige gemeenten 30-40%, dat zijn allemaal buitenplans, omgevingsplanactiviteitjes straks. Ja, ja. En die zul je dus elke keer moeten inpassen. Mijn vraag was eigenlijk, komt er een soort praktische tool waarbij je met een paar stappen even ploeps zo'n nieuw, zeg maar, een stukje uitgummen, een stukje inplakken en daarmee die vergunning hebt ingepast in het DSO? Nou, feitelijk zit dat in de plansoftware. Het is een beetje wat ze noemen. Er is een prachtige kreet voor bedacht. Hij ontschiet me nu eventjes. Maar je kunt dus inderdaad op een hele simpele manier een werkingsgebiedje in het omgevingsplan plakken met de huidige software. Ponsen heet dat in de vakterminologie. Je ponst een stukje nieuw plan. Oftewel in je oude bestemmingsplan, hè, want die zitten er volgend jaar nog in, alleen heet het toevallig omgevingsplan. En dan komt een buitenplanse wijziging, dan ponzen ze in dat oude plan, dan zie je ook daadwerkelijk een andere contour, en die conform met nieuwe omgevingsplanregels al is verstrekt. Dat is zichtbaar. Ze hebben nog een vraag over, klopt het dat naast formuleren via DSO een schriftelijke aanvraag nog steeds mogelijk is? Ja, dat kan. Het is nog steeds toegestaan voor burgers en bedrijven om met een kruiwagen het provinciehuis binnen te komen en een stapel papier op de balie te leggen van ik wil een vergunning aanvragen. Ja. Dat in de toepassing van en hoe verwerk ik die dan, daar zit meer de crux. Er is niet zozeer een gebruikersfunctionaliteit om op de balie een vergunningaanvraag in te dienen. Dus daar wordt wel wat voor gemaakt overigens en die is voor het eind van het jaar klaar. Om dingen die op papier worden aangeleverd toch op een prettige manier in het DSO te krijgen. Om bij het juist bevoegd gezag daarna in behandeling te kunnen worden genomen. Vragen zijn dat ze je altijd weten te vinden. Ja, wij hebben iedere dinsdagmiddag sowieso een inloopspreekuur. Dat is voor, daar zitten meerdere DSO-experts aan bij elkaar. Dat is een link die via de website IPLO, daar staat die keurig op de agenda, iedere dinsdagmiddag tussen 1 en 4... DSO spreekuur. En daar zit ook een linkje bij van het team. En daar mag iedereen iedere dinsdagmiddag gewoon naar binnen vallen met alle vragen die er nog zijn.